In een bedrijfspand aan de Nijverheidsstraat in Uden zijn maandag twee doden en een drugslaboratorium aangetroffen. Een van de slachtoffers werd gevonden door twee ondernemers, de andere is even later door de brandweer ontdekt. Waaraan beide mannen zijn overleden is niet duidelijk. Er zou zich in elk geval geen ontploffing in het laboratorium hebben voorgedaan. De politie is begonnen met een uitgebreid onderzoek.